Hey hallo, welkom bij een nieuwe vlog. We zijn vandaag, hoeveel is het niet? 3 april. Dus dat wil zeggen ja, dat het dringend tijd is voor te gaan zien wat ik heb allemaal binnengekregen in de maand maart. Beginnen de maand met een pakketje van Cheap Comics. Wat stak daarin? Ja, om te beginnen heb je hier, zien dat het een beetje deftig in beeld komt. Dat is de Deluxe. Het staat hieronder. Ja, neem het van mij aan. Het is de Deluxe Edition volume 1, volume 2 en volume 3 van Criminal. En daarnaast heb ik ook nog Cruel Summer. En als ik Wikipedia mag geloven, is dit dan de volledige reeks van Criminal die ik zo in huis heb gehaald. Normaal gezien kost die €50 het stuk, deze dikke boeken. Ik denk dat ik die nu €30 heb betaald. Dus was voor mij een buitenkansje om de hele Criminal reeks in huis te halen. Ik heb daar niks van buiten de allereerste trade, zal ik maar zeggen, maar dan in het Nederlands. Die ik een keer eens heb bijgekregen, gratis, bij een Nederlandstalige Walking Dead. In alle geval, Ed Brubaker, dat is al... Allee, dat vind ik sowieso al goed. Dat is een beetje, als ik het... Ik heb er eigenlijk nog niks echt van gelezen, maar het is een beetje crime noir reeks. Dus wordt door iedereen keihard aanbevolen. Dus ik ben heel benieuwd om dat te lezen. En ik zeg het, met de creators erbij kan dat eigenlijk niet slecht zijn. Wat sta ik daar verder nog in? Dit Amazing Spider-Man, de Artisan Edition. Ja, dat is eigenlijk gewoonweg een artiesteneditie van een aantal Amazing Spider-Man issues, gemaakt door John Romita Senior dus. En het leuke hieraan is, want ja, ik heb die verhalen uiteraard al, ik heb die al in een omnibus. Ik denk dat ik die ook in Essential heb. Maar ja, ik weet niet of je het kunt zien, maar het is eigenlijk gewoon echt een scan van de originele pagina's. Dus je ziet hier ook nog, je kunt hier nog zo wat potloodlijntjes zien, die niet goed weggegomd zijn. Je ziet hier aantekeningen bijstaan. Tja, kijk. Dat is hier. Dat is hier. Hier staat bijvoorbeeld in. Hier moeten advertenties in komen. Je ziet ook hier bijvoorbeeld. Hier heeft hem iets weggedaan. Want ze is met Tipex precies overgegaan. Dus dat is, ja, dat is gewoon. Dat is een leuke om te hebben. Je ziet hier ook de covers. Die dat een beetje knip- en plakwerk was. De letters erover plakken en zo. En ja, als John Romita Senior fan vond ik dat een leuke van te hebben. Ik had die bij, in een vlog van Michael Minebo gezien. En ik dacht direct van, oké, ik heb die verhalen al. Maar zo wil ik die ook wel eens hebben. Dus het is een hebben dingetje. En dan, een boek waarvoor dat ik de bestelling heb geplaatst. Dat is hier de oversized hardcover van X-Men Days of Future Past. Waarom heb ik die gekocht? Eigenlijk, wat verzamelt dit? Days of Future Past, dat ik wel al een aantal keer heb. Het klassieke X-Men verhaal. En dan eigenlijk het vervolg, jaren later, dat door een aantal annuals liep. Days of Future Present. Waarom heb ik deze gekocht? Wel, ik had gezien dat er volgende maand een nieuwe X-Men omnibus in pre-order komt. Namelijk de Extinction Agenda omnibus. En dat is eigenlijk een verzameling, een bundeling, zal ik maar zeggen, van de oversized hardcover van Extinction Agenda. En dan deze, enfin, of toch de verhalen, de Days of Future Present verhalen die hierin zitten. Dus ja, bon, ik heb die Extinction Agenda oversized hardcover al. Dus als je... In die omnibus staat nog iets meer, staat er nog zo'n Star Chambers miniserie. Oké, die heb ik dan niet. Maar hier staat dan weer Wolverine, Days of Future Past miniserie. Die staat dan weer niet in de omnibus. En ja, zo'n omnibus, als ik die pre-order, ben ik toch wel gemakkelijk €100 kwijt.
En deze stond, ik weet niet hoeveel dat die coverprijs was, die 40 euro, maar die stond, ik heb die voor 20 euro kunnen kopen. Dus dat was, ja, in plaats van 100 euro, waar dat ik een deel van had, heb ik nu 20 euro kwijt. Dus dat is veel verdeliger. En ik ga eigenlijk deze Future Present een keer eens kunnen lezen. Ik heb dat nog niet gelezen. En, maar als ik mij niet vergis, is dat de first appearance van Rachel Summers. Dus de dochter van Scott Summers en Jean Grey uit een andere dimensie. Dus ja, kijk. Dat was dan ook meteen een goede reden voor nog eens bij Cheap Comics een bestelling te plaatsen. Dan gaan we verder met een pakketje dat ik heb aangekregen van Walt's Comic Shop. Wat staat daarin? Twee omnibussen dat ik heb geprioriteerd om te beginnen. Spider-Man Clone Saga volume 2. Was ik al lang naar op zoek, was eigenlijk de enigste van de Clone Saga dat ik nog niet had. Dus ik heb nu Clone Saga 1 en 2 en de Ben Reilly Saga 1 en 2. Vooral gekocht omdat ik een gigantische Spider-Man fan ben en vooral ook van de Clone Saga. Dat is voor mij toch een van de beste verhalen. Ook al wordt hij algemeen aanzien als ja, skippable, willen mensen doen alsof dat nooit heeft bestaan. Ik vond dit geweldig. Als ik zo zie naar de inhoud, ja, je hebt hier de revelatie van wie dat de echte Spider-Man is. Dan heb je de symbionte oorlog. Dan Maximum Clonage, dat je ziet ook dat veel te lang geduurd heeft. Want dat is tot hier. Eigenlijk, allee, hier zie je eigenlijk een van de problemen, als je ziet wat dat er hier allemaal in zit, van de kloonsaga, wat dat de meeste mensen een probleem hadden. Hier had het eigenlijk moeten aflopen. Dat is dan uitgelopen naar hier dat het had moeten aflopen. En uiteindelijk, ja, je ziet, het heeft hier nog verder helemaal gelopen. En er zijn nog twee andere omnibussen bijgekomen. Dus, maar in alle geval, voor mij geweldig verhaal. Je ziet ook een gigantisch mooie cover van, als ik me niet vergis, Steve Butler. Dus tekenwerk is ook meer als oké. Dan Thunderbolts Red. Thunderbolts is zo een reeks die een speciaal plaatsje in mijn hart heeft. Want dat is eigenlijk de reeks waardoor dat ik Amerikaanse comics ben gaan lezen. Allee, ik bedoel, daarvoor las ik Junior Press vertalingen van Marvel Comics. En het is door Thunderbolts dat ik niet overgestapt, dat ik heb aangevuld met ook rechtstreeks de Amerikaanse versies te lezen. Wat zit hierin? Thunderbolts 1 tot 32, de 2012 reeks en Thunderbolts Annual 1, ook van die reeks. Dus dat is eigenlijk heel de reeks van 2012 met de Red Hulk, Punisher, Elektra, Deadpool, is dat Flash Thompson als Venom. Ik weet het niet. Ik heb dit nog niet gelezen. Maar dus ja, dat was een goede manier om dit meteen helemaal in bezit te hebben. En dan een aantal bestellingen die allemaal met elkaar gelieerd zijn. Het is namelijk zo, ik wou op een pad met een bestelling doen bij Stripweb. En ik zag dat Biggles, de Integraal 1, dat die daar stond als uitverkocht. Ik ben naar de site van Standaard Uitgeverij geweest. Ik ben naar Standaard Boekhandel geweest en overal stond die uitverkocht, komt niet meer terug. Dus niet echt paniek, maar ik dacht van, oh, ik had die toch wel graag gehad. Dus wat doe ik? Ik ga naar Plastodo een beetje zoeken naar winkels waar ze die nog hebben. Blijkt dat ze bij de Strip Promo die nog hebben. Dus ik ga naar de site van de Strip Promo. Ik bestel die en ik bestel een aantal andere dingen erbij, want vanaf 70 euro is het gratis verzending. Wat gebeurt er? Ik krijg twee dagen later een mailtje van de mensen van de Strip Promo om te zeggen, ja, sorry, Dean Biggles, dat was een missing op onze site, die hebben we niet meer in stok. Maar bon, ze betalen die nou wel terug, geen probleem. Maar daarvoor had ik die bestelling geplaatst, dat heb ik niet. Wat had ik voor de rest nog geplaatst? Durango, de jonge jaren nummer 2. Ik vond de jonge jaren 1 heel goed, dus benieuwd hoe het verhaal verder gaat. De Rode Ridder, de Vleerkoning. Ja, dat is de laatste nieuwe Rode Ridder. Hè. En dan, een aantal dingen. Het is de Strip Promo, dus ik heb een aantal dingen in promotie kunnen kopen. Om te beginnen, mooie navels nummer 1 en nummer 2. Hoeveel heb ik die betaald? Ik denk dat ik die 3 euro of zo heb betaald, het stuk. Waarom heb ik die gekocht? Dat is getekend door Delaf, die ook de nieuwe Guus Flater heeft getekend.
De nieuwe Guslater vond ik geweldig goed. Dus ik dacht, ik ga een keer eens Mooie Navels ook eens een kans geven. Dat is ook eigenlijk een beperkt risico dat ik dat heel goed ga vinden. Kwestie van, zelfs als ik dat geweldig goed vind en ik wil al de rest hebben, die reeks is gestopt, want ja, je Telaf en Dubuc. Dubuc was de vrouw van Telaf. Dus die maakte dat samen, die reeks. Die zijn nu uiteen. Dat schijnt echt met een halve vechtscheiding. Dus die reeks, ja, die zal, daar zal nooit iets nieuws meer van uitkomen. Allee, voorlopig toch niet. Dus redelijk safe bet. Dat gaat mij nooit gigantisch veel geld kosten. Zelfs al moest ik dat geweldig vinden. En dan, ja, twee deeltjes van Een Echte Vrouw. Deel 1 en deel 2. Ja, daar is over het laatst, een half jaar geleden of zo, een integrale vanuitgekomen op redelijk beperkte oplagen. Ik heb die gemist. En dus dan dacht ik van ja, ik zag die twee deeltjes, denk ik, alle twee, tezamen 5 euro, dus 2 euro en half het stuk. Dan heb ik toch een deel van de reeks, want ik weet het, de reeks bestaat eigenlijk uit 4 delen, maar er zijn maar 2 in het Nederlands uitgekomen. Maar bon, voor 5 euro heb ik toch wel een idee wat dat de reeks gaat zijn. Dan een aantal deeltjes van Luca, de eerste 4 deeltjes, ook de eerste, denk ik, de enigste deeltjes die in het Nederlands zijn uitgekomen. Luca, ja, als ik de Spirou lees, wordt daar nog altijd veel tralala rond verkocht. Er is nog geen verhaal ingestaan van sinds dat ik de Spirou lees. Maar wordt altijd als topreeks aanzien. Ik denk dat dat eerder een reeks voor de jeugd is. Een reeks over voetbal. Enorm populair in Frankrijk. Hier iets minder. Na 4 deeltjes was het gedaan met de reeks uit te geven. Maar ik denk, voor de 4 deeltjes tezamen heb ik 6 euro betaald. Dus ook weer een goede manier om daar een keer eens kennis mee te maken. Daar weet ik dus niks van. Als ik dit zie, ja, redelijk acrobatisch. En als ik gewoon al de tekening zie, dan denk ik dat ze misschien iets te veel hebben gekeken naar Kapitein Tsubasa. Dat lijkt me, ja, die omhaal, dat lijkt me bijna rechtstreeks uit Captain Tsubasa gekopieerd. Dus, oeh, zie, een gelijktijdig schot met twee mensen. En een bal die dan een heel effect heeft. Ja, dat is eigenlijk letterlijk een scène uit Captain Tsubasa. Enfin, maakt niet uit. Altijd grote Captain Tsubasa fan geweest. Dus dat is voor mij geen minpunt. En kijk, daar is hem dan toch, Biggles. De eerste integrale. Ja, toen ik het bericht kreeg van de Striproma dat ze hem toch niet hadden, ben ik even verder gaan zoeken. Bij het gele teken hadden ze hem nog. Hadden ze zelfs, als ik op Last Dodo keek, nog 5 exemplaren. Dus ik dacht, dat is een goede gok. Dus ja, ik heb hem daar dan besteld. Natuurlijk, daar was het naar België gratis verzending vanaf 100 euro. Dus dacht ik, ja, dan moet ik toch nog een aantal dingen extra kopen. Heb ik daar dan ook gepakt. Kuifje in Zwitserland. Wat een beetje een parodie is. Ja, het staat erbij. Een parodie op Kuifje door FD. Ja, zo'n dingen vind ik altijd leuk. En zeker Kuifje, dat is niet zo simpel. Want Moulin Sarr zit daar nogal redelijk kort op. Dus ik denk trouwens, ja, het is trouwens al een oud album. Zeg ik, het is 5e druk 1982. Dus het is wel goed verkocht. Want de eerste druk 81 en in 82 staat ze al aan de 5e druk. Dus enfin, ja, het zal me benieuwen wat dat is. Dan integrale van Sneeuw. Sneeuw, dat is ook weer zo'n reeks dat ik in het weekblad Kuifje heb leren kennen over een jongen die geboren wordt in een apocalyptische wereld die helemaal ondergesneeuwd is. Hij wordt Sneeuw genoemd omdat ze hem als baby hebben gevonden in de sneeuw. En kijk, dit. Dat is, ah ja, zie, kijk, 40. Ik dacht juist te zeggen, dat is volgens mij uit
40 jaar kuifje en het staat hier 40 jaar. Hè. Want dat herinner ik mij. Het 40 jaar nummer van kuifje, dat is een van de eerste kuifje weekbladnummers dat ik heb gehad. Dus aan begint blijkbaar, ik had er nog niet in gekeken, de integraal begint blijkbaar met een hoop kort verhaaltjes. En dan kijk ja, nummer 1, de verblindende nevel. En ik denk daarna. Ik denk dat nummer 2 is, dat is ja, De Raven Dood. Dat is het eerste album dat ik heb gelezen. Allee, het eerste verhaal dat ik heb gezien dat voorgepubliceerd werd in het weekblad Kuifje. Toen dat ik het weekblad had. En nummer 3 heb ik ook nog in het weekblad Kuifje gelezen. Wat dat eigenlijk sneeuw op een kweeste stuurt. Hè. Ik denk dat er was hier ergens iets, een poort die moet bewaakt worden. En er zijn 7 sleutelbewaarders van of zoiets. En sneeuw moet die allemaal gaan opzoeken. Ik zeg dat nu gewoon weer, wat ik er mij nog van herinner. Het kan zijn dat de details niet helemaal kloppen, maar allez, vanaf dan begint het een beetje een doorlopende reeks te worden. Ik heb dan daar nog een aantal deeltjes, want daarna is die overgestapt van Lombard naar Glenna. Ik heb daar wel nog een aantal deeltjes van gelezen. Ik heb hier nog een aantal in de kast staan, maar zeker niet de volledige reeks. En vandaar dat ik ook heel blij was dat daar integrales van uitkwamen. Want dat maakt het voor mij makkelijk van heel de reeks te verzamelen en dan nog in een mooie uitgave. En dan als laatste de familie Snoek, integraal nummer 2. Ja, Snoek, hè. Ik bedoel, ik denk dat de meesten die wel kennen, de huisvader, een beetje ja, typische Vlaamse man, een beetje Vlaamse idioot, zal ik maar zeggen, die allerlei avonturen beleeft met zijn, allerlei gags beleeft met zijn gezin, met zijn buurman en zo voort. Sommigen zullen dan denken dat ik nu een pakketje van Stripweb zou laten zien, aangezien dat, ja, dat was toch de reden dat ik daar de tweede en de derde integrale van Biggles heb besteld, dat ik de vorige 2 pakketjes in huis heb gehaald. Maar ja, dat pakketje van Stripweb, dat komt naar het schijnt vandaag ergens deze avond aan. Dus dat is al in april, dus dat zal voor de video van de aanwinsten van april zijn. Nu, wat ligt hier nog? Een aantal strips dat ik heb gekocht in standaard boekhandel. Het is namelijk zo, mijn oudste dochter had een goeie paasrapport. Dus mocht ze een strip kiezen dat ze dan tijdens de paasvakantie die nu bezig is kan lezen. En ze heeft de derde album van Camille gekozen. Kan ik hier nu niet laten zien, want dat ligt boven ergens op haar kamer en in die rommelloop, dat ga ik nooit vinden. Plus, ja, dat is ook geen aanvulling van mijn collectie, want dat is voor haar. Wat heb ik daar dan en passant bijgenomen, nu dat ik daar toch was? De laatste chronieken van Amoras is al een tijdje uit, had ik nog niet in huis. Dus ik dacht van, oké, neem we direct de collectie compleet. Ja, dat is de gewone Amoras. De gekende Amoras-reeks, hè. Die trouwens de laatste albums echt enorm sterk is, vond ik. Dan dit. Dat is normaal gezien iets dat ik in stripspeciaalzaken koop. Maar bon, die kon ik echt niet laten liggen. 13 Mystery, de nieuwe. En waarom is die speciaal? Geschreven door de enige echte Jean van Hamme. En ik heb al even de intro gelezen. Blijkbaar zijn het allemaal kort verhalen door verschillende tekenaars getekend dan. Over gebeurtenissen die nog niet voldoende zijn in het licht gekomen, zal ik maar zeggen, zijn verteld in de 13-reeks. Dus hier zie je bijvoorbeeld, dat is Maria met 13. Ik vermoed dat dat de periode is dat hem Kelly Bryan noemde en dat zij hun romance hebben gehad. Lijkt me interessant. Allemaal verschillende tekenaars, maar je hebt ook nog Jugonov bijvoorbeeld tekent mee, wat dat de huidige tekenaar van de reeks 13 is. Dus, Xavier, dat is natuurlijk ook geen onbekende. Dus, zie ik erg naar uit om te lezen. En dan, nog de laatste Galaxa-reeks, die spijtig genoeg wordt stopgezet. Er steekt hier
zonnetje zit erin. En er zit een poster van Galaxa bij in. Wat dat er mij aan doet denken... Ja, daar had ik eigenlijk daarnet iets over moeten zeggen. Ligt hier nog iets? Ja. En deze die ik daarnet heb laten zien, er staat ook op exclusief Galaxa poster binnenin. Alleen, steekt geen poster bij. Ik vermoed dat dit nu wel dezelfde poster is. Maar, hier had hij ook moeten instaan. Het staat, dat is geen sticker, hè? Dat is echt op de cover gedrukt. Ik heb die, ja, deze zoals ik daarnet heb gezegd, heb ik besteld bij de Stripromo. Op een bepaald moment zag ik dat die poster er niet in zat. Ik heb daar een mailtje naar hun gestuurd. Maar zij beweren dat... Dat die poster enkel was bij de eerste uitzet. Dus dat, enkel, dat je die enkel er in februari bij kreeg. Wat ik een beetje een bizar verhaal vond. Want ja, het staat hier ook. Het staat op die, ja, op die cover geprint. Hè. Dat is niet een sticker dat je er kunt afhalen. En dat ze er per ongeluk zijn vergeten af te halen. Alleen, ja, ik was toen in de standaard boekhandel. En ik heb daar al de exemplaren bekeken van dit album. En daar stak die poster ook nergens in. Dus ik vermoed... Ja, ik ben er nu vrij van overtuigd dat dat inderdaad zo is. Dat enkel in februari was bij die Rode Ridder. Alleen ja, dan mogen ze dat daar niet op drukken. Dus ik heb al een klachtmail naar standaard uitgever gestuurd. En ja, ik zal zien wat dat zal antwoorden. Eventueel ga ik daar misschien nog een vlogje over maken. Naar gelang hoe dat ze het oplossen. Of met welke verklaring dat ze daarmee afkomen. En als laatste nog twee dingen dat ik bij Amazon heb besteld. Om te beginnen, ja, de nieuwe Dragon Ball Super. Ja, ik weet niet hoe lang dat die reeks nog gaat meegaan. Want, ja, zoals de meesten onder jullie wel al weten, verleden maand is Akira Toriyama gestorven. Toch de maker van Dragon Ball. En nog altijd scenarist van Dragon Ball Super. Dus, ja, die scenarist valt weg. Dus ja, ik vermoed dat we nog een aantal volumes hebben, want ja, ze zullen wel in Japan wat voorstaan. Het scenario zal wel ook al voor de volgende verhalen geschreven zijn. Maar daarna, ja, ergens hoop ik zelfs dat ze stoppen. Als Toriyama er niet meer is, vind ik ook dat je moet stoppen met Dragon Ball. Er zijn veel pogingen geweest van iets even goed als wat dat Toriyama deed met Dragon Ball te doen. Dat is elke keer... eigenlijk toch wel mislukt, dus ja, we zullen wel zien. In alle geval, zolang dat nog kan, zullen we er maar van genieten. Hè. En dan het boek Hergé, Les Ultimes Secrets. Ja, ik heb heel toevallig op YouTube een interview met die schrijver tegengekomen in een of ander Frans praatprogramma. En die was hierover aan het vertellen en toen dacht ik van oké, die boek, die moet ik kopen, die moet ik in huis hebben. Waar gaat die boek over? Het is zo, de schrijver van die boek, die heeft al verschillende boeken over Hergé en over Kafje geschreven. Ik kende die mensen niet, maar ja, bon, die waren ook allemaal in het Frans. Is hier niet echt op de markt. Maar dat is een grote Hergé-liefhebber en die is op een bepaald moment eerder toevallig in bezit gekomen van een aantal... exemplaren van Le Petit Vingtième. Le Petit Vingtième, de jeugdbijlage waar dat Hergé hoofdredacteur was van Le Vingtième siècle. Ook de jeugdbijlage waar dat Kuifje in is ontstaan. En die is dat aan het lezen en die merkt op dat hem daar artikelen zie van dingen dat hij kent vanuit Kuifje. Dan heeft hij daar dat is een titanenwerk geweest van... eigenlijk alle exemplaren van Le Petit Vingtième van op zijn minst kennis of zo daarvan te hebben. Want dat is helemaal geen sinecure. Het meeste daarvan bestaat niet meer. Meneer met verschillende verzamelaars. Uiteindelijk is hem er toch in geslaagd een titanenwerk van al die nummers van Le Petit Vingtième te lezen. En dan merkte hij dat veel dingen, verhalen die in Le Petit Vingtième staan... ik zit ondertussen hier... verhalen en feitjes die daarin worden weergegeven, dat die een aantal weken later in Kuifje ook terechtkwamen. En dit is eigenlijk een overzicht, ja, album per album hier, dat is De Zwarte Rotsen. Je ziet hier, ja, een cover van Petit Vingtième. De afbeeldingen zijn natuurlijk wel schaars.
Want ja, anders krijg je weer problemen met Moulin Sar of Tintin Imaginatio of zo, hoe noem het tegenwoordig. Maar dus je krijgt altijd een overzicht van een aantal dingen dat in bepaalde nummers stonden en die dan, waar dat je dan ja, sporen van terugvindt een aantal weken later in de avonturen van Kuifje. En dus ja, dat gaat ook een beetje verder. Dat gaat ook op een bepaald moment gaat dat dan over. Hier, dat is nog Le Petit 20e. Maar een beetje later gaat dat dan over naar het Weekblad Kuifje. Want ook daar werd Hergé blijkbaar geïnspireerd door wat daarin kwam. Hij was daar ook redacteur en hij las het Weekblad Kuifje. En ja, veel nieuwsfeiten worden dan achteraf overgenomen in Kuifje. Dus heel interessant boek. Ik ben er nog maar pas in begonnen, maar ik vond het al enorm interessant. Maar ja, echt wel iets voor de ja, Kuifje-gekken onder ons, zal ik maar zeggen. Hè. Zo, dat was het voor deze maand. Ik denk dat het al bij al nog meeviel. Ik heb al veel maanden gehad die, waar dat ik veel meer in had. Maar ik heb natuurlijk weer heel veel gepraat. Dus het zal, als ik het allemaal aan één plak, zal het waarschijnlijk weer een heel lange video worden. Ja, ik denk dat ik stilletjes aan moet afronden, want ik vermoed dat mijn jongste dochter zo meteen gaat wakker worden en dan ga ik daarmee moeten spelen. Op dit moment is ze heel hard into blokkentorens bouwen en afbreken, dus het zal waarschijnlijk dat worden. Dus ja, rest mij nog alleen maar te zeggen, bedankt voor het kijken. Ja, als je het leuk vond, zet iets in commentaar. Like de video. Als je het nog niet gedaan hebt, moet je altijd abonneren op het kanaal. En ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye. Mooie toren gemaakt, hè? Ja. Ja. Wat ga je doen? Het is de poes die idee. Amai Anaïs, wat een mooie toren heb jij gebouwd. Hé? Ja. 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 Wat is het 1, 2, 3?